En er is een spookhoes en echte badzouterkus en wist wat rikst hier. Een tinten van een wierzister. Nou, geweldig allemaal. Maar eet dan maar eerst je mond leeg, want anders hebben we kermis op tafel. Doe maar, een wierzister. Van 4 euro wist van tevoren, dat is verrievende lust. Van mij hoort het net dat zigeunervolk in het dorp. Toen was er een tinker, de stof van de wiek, dat was net onder de hengst. Och, doe, zei ze hard toch even normaal. Dit is een meisje een beziekje op haar manier aan de kost te komen. Kretje, op haar manier. Ach, dat is weer typisch bandbaas, hè? Vreemde luiders, die moet je niet vertrouwen. Ik vind het juist wel leuk, oren meisje. Maar krijg ik extra boezeld voor merken? Nou, dat zien we nog wel, hè? Maar mijn spaarpot is haast leeg. En Maatje krijgt ook extra merken geld. Nou ja, zoals ik al zei, dat zien we nog wel. Eet dan maar eerst je bord leeg. Kijk nou, voor het hol. Maar Joukje baas. Ah, Geertje. Hé? Nee, daar weet ik niet van. Nee. Maar... Nee, dat weet ik niet. Oh, nou ja, goed. Ik zal er wezen, morgen jong. Om 8 uur in het kerkje, ja. Nee, eerst maar naar te fietsen. Weet u of hier een fietsenmaker in de buurt is? Ja, wist wel. Wat parkeert er aan je fiets dan? Lekker band. Domme pech hoor, ik heb er net een nieuwe mee laten zetten. Een platte baan? Ja. Oh, maar die kan ik wel even voor je plakken. Meent u dat? Ik kan best wel even... Nee. Niks ging maar. Sjoe, wij zijn op het Friese platteland, daar helpen de meesten mekaar. Ja, maar die fiets maar één. Toeristen zeker? Min of meer, ja. Ik verblijf hier een tijdje in de buurt. En vind je het toch Friesk? Ja, ik kom hier wel vaker. Oh. Nou, kom maar even mee, dan zie ik die bal wel in plakken. Oh ja. Daar had ik nou echt zin in. Een lekker ijsje. Noem je maar niet van euro. Ken dat nou? Ik denk dat ik al wist van dat ik hem indien had. Hey. Hoi, Benny. Ga je aan de vissen?
Ja, het is er echt waar voor, hè? Maar wist er wel warm van. En dan dacht ik even een ijsje, maar het gaat net terug. Maar ik kan mijn beurs vergeten. Oh, wist net aan het dementeren, hoor. Die mijn geintje net. Snap zichzelf ook, hoor. Tje, ik is van mij een patiënt krijgen. Ja, ze letten me zeggen, mevrouw. Nou, dat vind ik nou eens leer van mij. Nou, dan gaat het dan naar terug. Dat soort dingen heb je vanzelf in het Westen geen weet meer van. Op borrelplicht. Maar dat soort dingen horen wij je nog in ere. Er komt hier geen om zonder dat Noorden weet van het. Wij hoedje en noedje mekaar. Zo nemen we dat. Bliksem, wat is je warm. Ja. Nou, daar is toch voor zelfs een les van. Toen was wel even een hand was je denk. En even wat drinken. Nou, graag. Het is een luxe fietsenmakerij hier. Daar is de keuken. Wie is het verzeld? Dank u wel. Dag, Popke van wie? Is Paken een fietsenmaker, Jatje? Nee, Famke. Paken helpt even een mevrouw uit de meet. Wat voor mevrouw? Ik zeg je mevrouw. Dus even de handwasje. Oh, nou, ik heb een Jatje, hè? Ja. Sis, breng die tas wel in mijn huis, hè? Of zet je member wat te snakken? Nou, Sjusel, samen kleer. Nee, dat zeg ik je. Wij helpen McCoy nog uit de bron. Nou, zo'n drama was het nou ook weer niet. Maar het is echt geweldig. Weet u zeker dat u er niks voor wilt hebben? Ja, ho, wat doe je met lulk, hè? Hou dat toch op. Maar er is wel wat los. Als het ook toevallig eens in de kroeg komt, dan meisje wil een borreltje aanbieden. Trouwens, dan meisje ik wel binnen nemen. Nou. Band, dat vind ik een goede deal. Ik wil er sowieso even gaan kijken. Ben je er vanmiddag toevallig? Toevallig, oh ja. Oké, okay, zie ik je daar. Doei, doei. Doei. Ah, Jouwtje. Lekker gefietst.
Het is er? Nee, nee, het. Oh, ik dacht. Nou ja. Heb je er trouwens nog aan gedacht om het boek op te halen wat ik besteld had? Boek? Ja? Zooikwadij. Ik weet van niet. Oh, dat heb ik toch aan jou gevraagd? Dacht ik. Of was het. Maar ja, dat maakt ook eigenlijk niet uit. Hey, Bent. Je bent er al. Goeie kroeg, hoor, dit. Jij komt hier natuurlijk wel vaker. Nou, dat valt wel mee, hè? Hoe is het met de baan? Geen malheur meer? Nee, ik heb heerlijk gefietst. Wat is het toch een prachtig land, hè? Maar je krijgt er dorst van. Wat kan ik je aanbieden? Nou, een berenburger zullen we wel in die hand. Een berenburger. Mag ik voor jou een berenburger en doe maar een zuurtje. Natuurlijk. Dankjewel. Zo, nou eens even over die praten ineens. Je hebt mooie handen, weet je dat? Dat zag ik vanmorgen ook al. Oh ja? Nou, niet bijzonder. Nee, ik let heel veel op handen, dus ik heb er kijk op. Ze zijn krachtig, heel krachtig. En ze stralen energie uit. Hier, hier. Ja, let maar gebeuren, jij dat soort dingen bij mij net zo bot bent. Jammer. Kan je net een gouden toekomst voorspellen? Oh, nou ja, zo, ik leef in het nou. Maar rond de toekomst denk ik ook wel eens. Wat zou je ervan zien om een boottochtje te maken? Ik bedoel, morgen of zo. Nou, dan kiest u heiter al netjes van alle kanten bezien. Ja, fantastisch. Nou, snel al praten. Morgen om 12 uur in de jachthaven. Ja, goed. Mooi vrouw is net, ben je het? Dat dacht ik ook, al hier maar niet eens. Ja, maar dat wist ik me net, maar waar is het in je lijst?
hoe dat zag inlift. Dat wist het weer net, hè? Hey, Bernd, ik zoek maar op als ik daar weer, jongen. Wat doe je nog wat dreig? Ja, dat komt gewoon de kift. Ah, ja, de kift. De kift, hè? Het is een van de merken, jongen. Begreep je dat net? Hé, hey, jammer lullen maar wat. Elke niet kunnen zien dat het meisje heel dom net een van de merken is. He? Oh nee, wat dacht het van wie, sister? Hé? Zwarte pruik op, persie jurk. Laat me je hand dus zien. Ja, doe. Verdomme. Hier ben net een beetje jetter, sisterkind. Ja, ben hier bij de kost, dat denk ik. Nee, jongen, dat is toch maar rijk bij de man. Ik doe helemaal niks. Heb je er nog aan gedacht om dat boek op te halen wat ik besteld had? Komt het jongen, ik? Het is om eens een extra repetitie van het koor. Is dat wat dementeren, hoor? Ik weet het niet meer. Wat wist er niet meer? Ik ben bang dat ik... Ach, kom. Zo slim kan het wezen, hoor. Ja, maar ik vergeet in ieder van alles. Oorspraken. Ik zou een boek ophellen van Talita. En ik kan mijn beursje lezen lid. En dan ben ik dan geld kwijt. En ik weet net wat ik het on u doen ha. Ik bedoel, elke neer vind je het wel eens wat. Wacht eens. Toen is die beurs in de keuken Lizzelin zeist? Ja, ik hie hem daar Lizzelin en vergeten toen ik de fietsen ging. En nu ben ik 50 euro kwijt. Weet ik het lid na? Elk je lid kan het weer wezen. Dat is maar het wezen. Ik heb je het verteld hoe die bonnenplakkerij van de moeder. No? Ja, wat zou dat nou? Dat vrouw is niet warm kregen door ik jou met de fiets. Ze is maar een hand kregen en toen heb ik haar. Nee, dat doe je samen net. Net als tank voor die helpt. Nee, dat doe je net al. Ja, wist al. En wist hoe wat ik voor mij die achterkant ben? Nou. Dat is een van de merken. Zoals net is, hè? Ik was van onschuldige toeristen. Sportief, fris. Oh, kask, wat stom voor mij. Hij zoek ik naar een eindje maar te varen. Nou, ze zijn morgen water, hoe denk ik hoe dat denk. Hoe zou mij haar te varen? Nee, ik zei ik zoe. Ik zoe haar gewoon een pad van Friesen zijn letten. Gewoon, dat is een aardig ietsje. Ja, ja. Een eindje met haar te varen. Een mooi, fris, frommes. Ja, zo klinkt die wel. Nou, als het met mij zou trok je het, dan kist mij mijn kwarten in Toutenburg opbergen. Dan kist er te varen, maar waar stoel ik me worst. Je ziet er net zo droog. Ik zeg gewoon dat merken meisjes mogen, dat zit ik morgen de weer niet. En dan zeg je toch als jij met 10 euro's bloem binnen. Hè? Nou, en dan. Waar weet je al die krijgt met alles leidt? Doe ons. Nou dan. Hoi Beppe, het was zo leuk op squallen. We hebben mij vers geleerd. Wat Beppe Jerre? Ja, doe maar. Op een stoel van een omke roel, daar zit een rat en een moes. Goeiedag, zei de rat, goeiedag, zei de moes. Wij komen bij jou eens van hoes. Maar Beppe had ik het hier nog net. Nee, lief. Laat Beppe maar even wat gebeuren. Ik ga wel wat oors onderhalen. Wat had Beppe dan onderhalen? Wat is er maar Beppe?
Beppe haar holles krijgt een gotje pannen. Ik kan niet meer onthouden. Ik word vergetelijk. Dat is er mijn Beppe. Wat vergeet Beppe dan? Kom hier eens bij me zitten. Wist je, als mensen ouder worden, dan gebeurt er van alles. Ze krijgen allerhande krupsjes. Wij gewoon willen de voeten net meer vooruit. Krijg ze als bij de Beppe van Maatje? Ja, krijg. Nou, en bij oren gaat de holle achteruit. Ik ben geliks. Ik ben bijvoorbeeld vergeten wat ik mijn geld nu toen heb. Geld? Ja. Ja, ik prakasseer mijn gek. Ik weet het werkelijk niet meer. Ik kan niet meer onthouden. Och, Femke. Dat hoeft toch niet zo aan te loeken. Ik mag die dit soort dingen niet vertellen. Maar toen leren we, zo slim is het alle keren net. Kom nou. Hé? Beppe, ik, omdat het merken we en ik heb hier nog geen geld meer. En toen zag ik Beppe beus op het oorlog lijn. En toen dacht ik, zal iets een beetje van hem hebben dan. Het ging eigenlijk vanzelf. Wat is er? Ik zal het weer nooit wet bij aan Beppe. Goed. Dat had je dan aan Beppe beloofd. En nu bleef het 40 plus geheim. Hand erop. Soms hebben Beppes en Beppes is wel eens wat mama korte bemoeskapje. Dat begreep je wel? Het zeerde nogal heavy uit, maar een geheim is een geheim. Hier is trouwens dat boek voor Talita en die 50 euro die ik juiste morgen van mem leent haar. Hier is toch dat geld? Ja, juiste morgen, maar mem die hield zo druk met het telefoontje. Dat... En dit boek, dat moest toch op Heli van Talita? Ja, hoezo? Vankendag! Waar ben je het? Die is al naar de haven. Ik bel hem niet maar. Ik heb een slusje, ik ga niet verzinnen. Die repetitie is pas voor een likker. Zo, jonge dame. Dus door mij de persoon, Dimitri. Nou, zullen ze even vertellen hoe ik dit denk. Waar gaat het over? Weet je dat je het weer net wordt? U is afke hier die 50 euro hier. Was je wat kwijt? Nee. Is het nou net singelier? Ik hier er neer van in de rekken. Omdat ik kon bellen weer. Joukje, mevrouw. Dag, ik ben Madelon. Ik logeer hier een tijdje in de buurt omdat onze kermis hier staat. Nou, dat is die in die wat ze nemen een fris promis. Dus dat zoals Naantje mij ben je te varen. Nou... Nou, dat liet me een goed idee, daar ging ik mij. Nou, ik weet niet of ik dat nog wel... Ja... Het is prachtig op het Friese wetter. Oké. Maar op één voorwaarde. En dat is? Ik ga mee op jullie boot. Als jullie bij mij je hand komt laten lezen. Nou, dat had ik nou altijd al graag een keer wel. Geweldig! Hé, hey, ja, je. Dat doof het maar eens nou opbaren en alles. Ja, ja, we gaan. En we gaan nou te varen. Nou? Net voor alle bijzonders. Jawel, jawel. Ik zie heel duidelijk dat je een heldere geest hebt. En deze lijn geeft aan
dat je die heldere geest tot in lengte vandaag zult houden. Nou, doe je. Nou, doe. Wat is dit nou? Die toekomst is ook belangrijk voor mij. Doe nou. Ja, dit wist ik al. Je bent een originele denker. Vitaal? Banden plakken. Oh. Het rilt zo.